Ik ben René Herlief. We zijn binnenkort met 8 miljard op deze planeet. Het is mijn levenswerk, de mens, zoals we die kennen op vandaag, te portretteren. Het gesprek komt meestal op gang met de vraag: wat is jouw droom? Zo duik ik in de grootste bibliotheek ter wereld en ondertussen, niet onbelangrijk, krijg ik de kans om een tekenstijl te laten evolueren. Mijn naam is Leraas. Ik ben heel geïnteresseerd door ondernemen, sowieso. Mijn familie is zijn zelf allemaal ondernemers. En welke sector? Mijn papa heeft zijn eigen bedrijf binnen de ICT voor de gezondheidszorg. Ja. En mijn mama is zelfstandige gynaecoloog. Ja. Een beetje van kind af aan ben ik gewend dat er ondernemers zijn. Ik deed ergotherapie. Dus ik studeerde ergotherapie. Dus totaal nog niet echt een idee van wat ik ging doen. En dan nadat ik afgestudeerd was, had ik toch niet echt het gevoel dat dat volledig mijn ding was. Mm-hmm. En door omstandigheden ben ik een beetje gerold in international business. In die studie. Daarvoor moest ik naar Australië gaan. Moest ik een internationale studie, een stage kiezen. En dan heb ik Australië gekozen. En heb ik daar een stage gedaan voor digitale marketing. Dus deed ik sociale media. En stond ik eigenlijk een beetje aan het hoofd, moet ik zeggen, van de stagiairs en van het social media team en het marketing team. Dus dat was super, super interessant. En heb ik heel veel bijgeleerd. En daar ben ik een jaar gebleven in Australië. En daar heb ik zoveel verschillende ondernemingen gezien en veel verschillende cafeetjes en bars. En heel hip vooral en allemaal veganistisch ook. En ik ben toevallig veganistisch. Toevallig niet. Dus zocht ik ook heel veel van die cafeetjes op. En ben ik daar ook beginnen werken in een van die leuke cafeetjes. En dat was echt tot de zotste dingen. Groene burgers en alleen roze drankjes en pancake sticks, ook allemaal in het groen. Allee, zo echt, je kon nog maar zo zot niet bedenken en dat was daar. Dus dat was super tof voor mij om te zien dat het allemaal mogelijk was. Dat heeft mijn creatieve brein echt zo beginnen laten denken van oké, misschien moet ik hier wel iets mee doen. Ik wou daar ook zelf iets mee doen. En na een jaar ben ik dan ook naar Bali geweest. Daar was dat loopjes van hetzelfde. Superleuke cafeetjes. Veel yoga bars ook. Begon ook meer en meer in de yoga sferen te geraken. Wanneer ik thuis kwam, ben altijd wel heel enthousiast over van alles en nog wat. Maar ik was, wanneer ik thuis kwam, extra enthousiast om iets te beginnen. Natuurlijk had ik 0,0 geld na een jaar reizen. Ik heb daar wel gewerkt als digital nomad, maar op een bepaald moment wou ik ook gewoon puur reizen. En tegen het einde heb je ook niet veel zin nog om echt te werken. Dus gewoon tot de laatste cent als het was zijn, verder gereisd. Als ik hier thuis kwam had ik een job nodig en ben begonnen als marketing manager, fulltime. Maar daarbuiten wil ik echt wel mijn passie eigenlijk beginnen doen. En heb ik een project opgestart waarbij dat ik eigenlijk vegan brunches organiseer.
En ja, dat begon zo, ja, gewoon met vrienden, en met 6 à 8 mensen in mijn living. En ja, dat was tof. Mensen zeiden van, ah ja, zo'n tof idee en zo lekker eten. Ja. Terwijl ik eigenlijk geen kok of zo ben, maar ik dacht van ja, no excuses om het niet te proberen. Nee. Alleen zelf niet dat ik, bedoel, ik heb geen eigen restaurant of zo. Ik heb niet echt een achtervoorgeschiedenis van koken of niets, maar gewoon echt wel de goesting. En voilà, dus ben zo verder gegaan en van de eerste brunch kwam de tweede brunch en dan waren er 10 mensen en de volgende keer waren er 14 en de volgende keer zei ik van ooit zit echt wel vol op 16, maar blijkbaar konden er dan toch 20 en nu 22 mensen in mijn leven. Hoe leuk is dat? Ja, dus voilà, nu zondag gaat het mijn 10e brunch zijn. Ja. En in de zomer heb ik ook een grote picknick georganiseerd voor 40 mensen in mijn tuin. En ja, de mensen zijn super, super enthousiast. Ja, ik serveer dan ook pancakes en zo van die roze acai bowls, smoothie bowls met mooie versieringen. Ja. En ja, een hele buffettafel eigenlijk en met soja cappuccino, maar dus echt alles eigenlijk gericht op gezonde voeding. Ja. Ik vind dat zelf heel, heel belangrijk. En ja, ook dat alles er natuurlijk mooi uitziet. Ja. en dat het lekker is, sowieso. Dus ja, mensen komen binnen en krijgen een bubbelke. En, of een appelsapje of iets in de aard, of kombucha. En dan vertel ik een woordje uitleg waarom dat alles plantaardig is. Dus alles zonder dierlijke producten, zonder eieren, zonder melk, zonder ja, honing of vlees of vis of al die dierlijke producten. En leg ik een beetje uit hoe dat is allemaal gekomen of waarom dat zo belangrijk is. Om te kijken naar wat er in ons bord ligt en welke keuzes dat wij allemaal maken. En voilà, dat is een beetje de intro. En dan gaan we door naar de buffettafel. Want het is echt de bedoeling ook een beetje om, om het vegan verhaal op een laagdrempelige manier eigenlijk te brengen naar mensen. Mm-hmm. En echt zonder een push of zo. Like echt, ik denk dat 90% van de mensen die komen niet vegan zijn. Ja, nee, het is zo. Nee, dus dat is, dat is echt wel tof. Even een keer overleggen. Ja, tof. Kom ik kijken. Ik vind zelf, ik vind hem heel tof. Maar ik ben heel enthousiast en je ziet het hier ook, vind ik. Ja. Dus nu moet ik kiezen, oftewel doe ik je tanden er ook bij, maar dat kan een heel zwaar effect zijn zo in die foto. Ah, en ook of dat ik een keer in ogen van dicht mag zien, omdat je hele donkere ogen hebt. Hè. Dus ben ik aan het zien, maar je echt super donkere ogen. Ja, echt zo donker kastanjebruin. Het is dat. Ik ga het toch proberen, hè. Ga je ze inkleuren? Ik weet het niet, wat vind je zelf? Ik vind het heel mooi dat het nu het is. Zo, want nu is het zo een beetje fris. Ja, en wel, het is zo. Oké, net gewoon niet doen. Ik ga toch nog eentje maken. Oké. We staan maar door. Ja, ik ben een babbelaar, dus ik was eigenlijk voor stof. Ja, toch? Alright. Super blij mee. Ja, waar zat ik? Aan de brunch. Ja. Dat is echt, want ze hebben niet veel... Dat vegan zijn. Ja, het is dat. En dat is ook echt mijn bedoeling. Dus, allee, ik ben zo iemand... niemand in mijn vriendenomgeving is echt vegan of zo. Ja, hoe moet ik zeggen? Mijn familie is niet vegan en mijn vriend is ook niet vegan. Of, heel mijn surrounding, but zo enkelen. En dat ik ook along the way zo heb leren kennen, wel. Maar... Ik merk vooral dat er heel veel mensen zijn die gewoon een keer iets willen proberen. Allee, die gewoon een keer zeggen van, ja, maar wat is dat eigenlijk? En zo al er niet meer super sceptisch tegenover staan, maar meer van, ik ben curieus aan het worden. Waarom is dat zo'n hype? En waarom wordt daar zoveel over gepraat? En ook een keer voor iets anders. Zo. Ja, inderdaad. En dat, ik hoor dat ook wel. Van, ik wil gewoon een keer inderdaad, op een zondag een keer iets anders smaak. Ja, dat is. Dus dat is echt wel tof om de reacties ook te horen. Want dat vind ik het belangrijkste. Het staat hem ook op de mensen.
En voilà, oké. Okay. Dus mensen gaan dan aan de brunchtafel. Het is dan een heel buffet met granola en versgemaakte pindakaas en versgemaakte choco. En fruitsla, taarten, tofu scramble. Dat is zo egg scramble, maar dan met tofu. Ja. En dat ziet er wel uit als ei, dat smaakt als ei, maar dat is geen ei. Ja. Maar allemaal heel natuurlijke producten. Lukt dat dus dan met je logistiek gezien? Ja. Gaat dat? Voor dat allemaal mee te doen op locatie? Het is niet op locatie, het is thuis. Maar ja. Dus, dan namen ze altijd al die... Ja, wel, dus of leer je dat wel? Tot die hoeveelheden. Ja. Dat lijkt me soms... Wel, ik ga een beetje meer naar de ondernemingskant gaan. Hè. Dus ja, dat is sowieso... Je bent er niet op voorbereid. Uh-huh. Dus like, alles, elke keer als ik een brunch heb bijvoorbeeld, dan ben ik daar echt nog altijd over gestresseerd. Want ik weet nog altijd niet van... Allee, ik begin wel te weten, op den duur, hoe meer dat je doet, hoe beter dat wel gaat. Ja. Maar zo ja, ik doe mijn eigen boodschappen en ik doe dat dan wel via zo collect and go. Ja. Of zo ja, dan hoor ik het totaal. En moet zo beginnen afwegen van wat is het goedkoopste en hoeveel. En moet mijn businessplan en mijn financieel plan beginnen uitschrijven. En ja, dat zijn zo allemaal dingen dat je op voorhand niet echt aan nadenkt. Want je wil gewoon serveren wat dat je wil serveren. Uh-huh. Of wat je wil organiseren. Maar uiteindelijk is de brunch wel echt het topje van de ijsberg. Ja. Dat is zo het leuke deel. En dan heb je zo al de rest waar mensen niet zien. Het is dat, Dat is wat ik ook niet echt wist van het ondernemen. Hoewel dat ik het wel altijd had gezien. Maar, van mijn ouders. Maar toch is dat anders. Want je ziet niet echt alle stappen dat er gebeuren. Dus logistiek gezien. Ik begin dan meer en meer zo wat sterk te hebben. Maar ja, met dat thuis is ik ook nog bij mijn ouders. Dus ik moet dan echt vechten voor mijn plek. Yeah. Van, deze kast is vanaf nu van plan drive. Of zo zeker de dag ervoor. Allee, als het aan brunch is. Ik heb dan alles voor vrijdag of zaterdag klaargemaakt. Dan is het echt zo tegen mijn papa zeggen. Nee, dan mag je echt niet eten. Blijf ervan. Allee. Dat zit zo lekker in. Zei, nee, echt. Die sap van de frigo en die sap van mij. Ja, inderdaad. En dat stuk van de diepvries is ook van mij. Zo, dus dan gaat het aan het verwateren. Ja. Dus ja, dat is wel grappig. Maar, heb je een naam? Voor je brunch? Ja, Bandstripe. En zo, ja, het tribe van bende, van groep. Dat het een beetje een community ook is. En plant, van planten. Yes. En voilà. Dat samenhorigheid is dat je dat erin ziet. Ja, vind ik super belangrijk. En tofste, want alleen het sociaal contact vind ik het leukste nog van alles. Dat geeft alles zo een beetje de persoonlijke effect, I guess. Dus ja, en dan moet je ook een beetje jezelf marketen natuurlijk. En ja, dat is wel een chance dat ik dan digitaal of international business heb gedaan en vooral marketing heb gedaan. Maar dus ja, mijn eigen foto's maak ik en dan mijn eigen social media en samenwerkingen met bepaalde brands dat dan ook duurzaam zijn. En mijn eigen website heb ik gemaakt. En dan natuurlijk al de sales, mensen laten betalen en opvolgen. En ja, gelukkig heb ik wel echt al geluk dat het populair was. Dus dat mensen heel snel het zelf vragen van wanneer is het nog. En dus ik moet er niet achter wissen of zo. Maar toch, ik moet nog altijd zorgen dat het in orde is en dat iedereen beantwoord wordt. Zijn er al verdere stappen dat je nadenkt? Ook al is wat dat er vandaag is, dat je zegt van oké, als dit lukt. Sowieso. Dus de volgende stap is sowieso kookworkshops. Yeah. Dat mensen zelf kunnen proeven of kunnen maken. En dan ben ik ook echt aan het denken aan een e-commerce shop te openen. Yeah. Te starten. Want nu merk ik van oké, dat is een brunch, dat is allemaal tof. Maar dan daarna
wil ik ook wel zo nog iets kunnen geven van zero waste gadgets, ja, bijvoorbeeld. Of allee, mensen zijn er sowieso, die doelgroep is er sowieso in geïnteresseerd. Uh-huh. Ik denk als ze, het is al een grote stap vaak om alleen meer duurzaam te gaan beginnen denken, of uh-huh, meer naar de gezondheidskant of eender wat. Dus denk ik van, ze pakken al die stappen om naar mij te komen. Ze vragen al vaak van, ah ja, ik heb zero waste tips, want ik ben er ook veel mee bezig met geen plastic te gebruiken, uh-huh, enzovoort. Dus dan heb ik altijd zo een missing link van, allee, ik zou hier echt met gemak een klein winkeltje of zo kunnen, uh-huh, erbij zetten. En dan in plaats van, nou, mensen moeten komen, dat hoeft niet altijd remotely, allee, dat moet niet altijd op de plaats zelf zijn, yeah, dat mensen ook gewoon online kunnen kopen. En je ook altijd die neiging voor meer Engels te babbelen dan Nederlands? Ja, echt verschrikkelijk. Want ik is dat ook zo. Ja, dan denk ik, zij moet aanpassen. Ja, ja. Want mij houden. Ik was al mee anders. Dat is sowieso. Dus ja, een zero waste shop is denk ik de volgende stap. Met dan zo, ja. Zo van die shopping bags. Dat je zo je fruit en groenten in kan doen. Ja, tof. Ja, dat max. Dat is ook heel leuk. Ja.